Opavond, het ligt natuurlijk aan wanneer jij de video kijkt. En welkom bij een nieuwe video op het Mitchelader kanaal. De Mitchelader hier, Mitchell. Hoi, aangenaam. Hoi, hallo. En vandaag gaan we dus weer iets super, super vets doen. We gaan iets super gaaf doen. Ik heb hier namelijk een brandblusser. Ja, ik heb een brandblusser. En je hebt de titel waarschijnlijk al gelezen van de video. Want daar heb ik me aangeklikt. Maar ik ga toch vertellen wat we gaan doen vandaag. Want het is heel vet. We gaan vandaag. Nou, het kwam erop neer. Het begon met. Mijn nieuwjaar mocht weer vuurwerk afsteken. Het was te veel, het was dom. En ik dacht. Hoe kunnen we dan op een andere manier vuurwerk gaan afsteken? Dus ik werd gebeld door Ome Rick. Ome Rick! Ome Rick belde mij. En die zei: hey, ik heb een manier om het vuurwerkprobleem op te lossen. Ik heb een nieuwe manier van vuurwerk maken uitgevonden. Ik zei, wat? Hij zei, neem een brandblusser mee. Dus ik weer een brandblusser. En we gaan iets met steel wool doen. Ik weet niet of je het ooit van net gehoord. Maar het is heel gaaf. Het hoort heel gaaf te zijn. Dus dat je met zo'n tak lasso in de lucht gaat flingen. Gaat doen. En dan zit er vuur aan. Zoiets. En dan zit er vuur aan. En dan zie je allemaal van die gave vuurstralen en dingen en zo. Klinkt super vet, gaat super vet horen. Ome Rick heeft het allemaal voorbereid, ik niet. Dus ik laat het allemaal aan hem over. Hij zal vast wel een idee hebben of het veilig is, of hij het goed doet. Komt allemaal goed. Ik ga al mijn spullen pakken en dan gaan we maar eens naar Ome Rick toe rijden. Let's go. Woe! Yo! Oké, we staan hier dus midden op het strand samen met Ome Rick en Lou. En ja, het is koud. Ja, het is echt vet koud. Het is echt best koud. Maar jij weet wat we gaan doen, hoe we het gaan doen. Ik denk het. Oké. We gaan ons best doen. Voor de zekerheid hebben we Lou bij met een brandblusser. Voor het geval alles af weet. Het gaat sowieso goed komen natuurlijk. En zo. Ja, zeker. Wij hebben toch alleen maar goede ideeën. Het is echt één groot afgelegen strandje. Zo van, het is illegaal en... Oké, dus we gaan even alles klaarzetten en we zien jullie zo terug. Oké, we hebben hier een koperen draad en een batterij en een zooi met staalwol. Zeg maar ongeveer een hele tas vol met staalwol. Moet genoeg zijn. Wat we doen, is we gaan die staalwol gaan vastmaken aan dit touwtje en dan aansteken en dan jakkeren en dan komt het goed. Dat komt gewoon goed. Oké, zijn we er klaar voor? Yes. Holy shit, jij wordt er echt met de dag sexier op. Ja, ik weet het. Oké, we hebben hier het spul. Hier de gasbrander. Oké, let's go. Let's do this! Waarschuwing, dit is bomba gevaarlijk. Doe dit dus niet thuis na. Ik meen het broer, als je dit thuis na doet, kom ik je slopen. Ik weet waar je woont. Je mag het alleen proberen als Ome Rick je komt helpen. Zijn Insta is @omerik, maar hij kost 100 euro per uur. Hij is trouwens ook single. Kusjes. Zit in mijn jas! Auw, nog een kering! Adem is zeer, joh! Maar dit ging al best goed dit voor een eerste poging. Dit ging al best lekker. Voor eerste poging in de best. Prima. Nu ben jij. Oh, nu ben ik al? Ja. Oké, nee, is goed. Andersom. Let's go! Wow! Dit is echt vet! Yo! Auw! Fuck mijn been! Auw! Fuck mijn been! Ja, dan leg je hem op de grond. Vet!
Oh, dit is echt vet! Dit is echt top! Dit is echt top! Dit is ook fucking vet! Dit is echt heel gaaf! Ja, dit is ook leuk. Ik zeg dit, het toch? Dit is echt heel, heel gaaf. Oh, is dat... Is hier zo... Hoe gaat die? Nou, hij is op mijn oog komen en in mijn oor. Maar verder. Kun je gewoon eens kijken? En daarom zeggen we. Doe het thuis niet. Doe het thuis niet, na. Zie je dat nou? Ja, een beetje. Wat heb ik nou? Is haar weg? Nee, niks aan de hand, want het heeft een beetje gekocht in je haar. Oh ja. Niks aan de hand? Niks aan de hand. Maar het is dus wel gevaarlijk. Ja. Het is dus aan te raden voor thuis, maar toch niet helemaal. En toen we het een beetje onder de knie hadden, maakten we er een hele show van. Oké, dit was gewoon echt fucking vet. Zo, dit was zo gaaf. Oh, ik ga mensen inhuren op een feest of zo die dit gewoon heel de avond gaan doen. dit was zo gaaf. Een top entertainment. Ja, dit was zo gaaf. Ik wil gewoon dit echt nog een keer vaker gaan doen, want dit is echt heel gaaf. Misschien in de zomer als het lekker warm is. Want dit was echt top. Dit is top, zeker gevaarlijk. Ik voel de vonken in mijn nek vliegen. Maar het is gewoon gelukt. Hallo, Mitchell hier die de video aan het bewerken is. De beelden zijn super, super gaaf geworden. Maar toen ik aan het editen was, besefte ik me... Hey, wat nou als we al deze beelden achteruit terugspoelen? Hoe gaaf is dat? Hier het eindresultaat. Fucking vet! Oké, nu terug naar de video. Zo, daar zijn we weer. We zijn binnen. Het is eindelijk weer warm. Het is eindelijk weer warm, inderdaad. Ja. En dit was echt top. En we gaan dit vaker doen. Sowieso. Afgesproken? Ja. Nou, vooruit dan. Omdat jij bent. Heb je nog even iets te melden aan de camera voordat we de video afsluiten? Ja, zeker. Vertel. Nou, richt hem even op mij. Ik vind het heel belangrijk als jullie deze man even gaan volgen op Instagram. Maar eigenlijk nog belangrijker als jullie mij gaan volgen. Dus het staat nu ook op het scherm, zo hier zo. Oom Rick op Instagram en ook in de beschrijving, toch? Ja, is goed. Okay. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Heb je nou genoten, moet je dan doen? Like en subscribe. Huppakeetje. Vergeet niet achter te laten wat je wil zien op dit kanaal. En dankjewel voor het kijken en see you later. Met je neder. Ik vertrek, ome Rick! Toedeloe! Zie je later, Mitch en Eter. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal. En volg me ook op Instagram.